In deze video laat ik je zien hoe je een flexomat met tunnel reinigt. Hang de zuigslam van de pomp in een emmer met schoon water. Zet vervolgens de pomp aan en laat deze minimaal 10 minuten draaien totdat er water op de mat komt te staan. Het schone water dat door de mat wordt gepompt neemt nu het vuil van binnenuit de mat mee naar buiten. Zet dan de pomp uit en gebruik een trekker om het vuile water van de mat te verwijderen. Als je klaar bent, vul je de flexomat met een oplossing van 3% Menoflorades. Controleer met een pH-strip of de pH van de vloeistof in de mat rond de 3 is. De mat is nu weer klaar voor gebruik.